wel, Wijnand? Ja, hij draait. Ja, hij draait. We draaien weer. Welkom terug. Ja, gaat het niet meer over hebben? Nee? Nee. Oké. Okay. Nee, het is allemaal duidelijk zo. Ik ben blij dat je er bent. Ja. Nou, dankjewel. Ik ben ook blij dat jij er bent. Joyce, ben je naam niet vergeten. Wijnand. Goedemorgen. Ja, heerlijk dagje natuurlijk. Het is droog. Ja, het ziet er goed uit. Vindt gras wat minder? Ik heb gras gezaaid. Oh ja. Ja, dan mag er wel wat vallen. Ja, laat dat vanavond maar vallen. Oké. Okay. Ja? En waar valt wij straks in? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Dat is het mooiste van het programma natuurlijk. Je hoort gewoon een pad. It's alive. Kijken of de boer nog doet bijna dan. Ja, ik ben benieuwd. Die doet nog, hè? Gelukkig. Deze dan? Doet ook nog. Hé? Wat doet dat? Is het een zee meer, man? Wat is dat? Dat is een... Een mooie dame. Het is gewoon een mooie dame, ja. 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 Of zal dat de garnaal de koningin wezen van Zoutkamp? Oh, dat kan ook. Kan ook nog wel. Goeiedag. Hoi. Het poseert met vogel, Lucy. Ja, af naar het, hè. Ik ben ook een vogeltje. Oh, je bent ook een vogeltje. Ja. Wat brengt de dag van de ogen? Wat het van de ogen brengt? Televisie kijken, voetbal kijken. Voetbal kijken? Ja, damesvoetbal. De voetbal is morgen. Nee, vanmiddag. Ja. Nee, die andere dames allemaal. Oké, dus je hebt wel wat met damesvoetbal. Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb zo damesvoetbal gedaan, dus. Is dat zo? Wat grappig, ja. 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 Ja, en 30 jaar dus. Het is mooi weer natuurlijk. Ja. Ga je er nog op uit? Ik denk nooit. Nee? Nee, ik moet je voor de buis zitten. Ja, jammer maar met het weer. Ja, dat vind ik ook jammer, maar het zit niet anders. Ik wil het nooit missen. Nee, oké. Okay. Hey, succes van de hoog. Ja? Oké. Oké, mooi hè? Nou, ineens heb je het vogelhuisje. Het is ook. Je poseert ook op het vogelhuisje. Waarom? Ik zeg het vogelhuisje. Ja, je zit er ook al door, mooi. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, wat brengt de dag van de hoog? Ja, mooi weer hè? Mooi weer. Ja. Ga je nog wat bijzonders aan? Nou, wie wil vanmiddag nog een beetje rijden, heb je? Ja? Ja, een beetje toeren, hè? Beetje toeren. Ja. En op de scootmobiel of dan wel met de auto? Nee, met de auto, hè. Dreef maar buurt, begreep ik. Ja, even een eindje rijden. Even toeren. Ja. Gewoon hem de omgeving in. En hij heeft zo'n kleine scootmobiel, die zet achter in de auto. Ja. En ik heb mijn rollator en dan kunnen we ook naar ergens even lopen. Maar hij keurig vuurlijk hoor trouwens hier. Ja, hè? Ja, als ik jongens... Waar we dat toen hebben bekeken, want dat is... Natuurlijk, die man heeft verschillende hobby's. Ja. Achter thuis hebben we allemaal planten en... nou ja, we hebben alweer sneeuwmaus eten. Dat moet een ridder. We hebben alweer sneeuwmaus eten en we hebben alweer spinozie eten. Ja. En van die kleine bakken, zeg maar. Ja. En je hem de rondleiding geen achter, want je bent echt van de sneeuwmaus, begrijp ik, en van de spinozie. Ja, maar dat is niet zo nee? Nee, dat hebben we natuurlijk voor het lukken om te zijn. Dan zie ik hier wat stokboontjes in poort. Oh, stokboontjes, ja. Ja, ja. En hier heb ik een dakgeus en daar hebben we reerbouten in staan. Ja. Hier zit zo'n poort riepman. Ja. Snijbier de Nieuw-Zeelandse spinazie zit hier in bakken. Ja. Kijk, daar heb ik ook geen bakken. Daar hebben we nou aansneden, daar hebben we ook eten. Je bent aan het... tuinieren op de vierkant, een centimeter eigenlijk. Ja, ja. Maar ja, die kunnen nog overal halen. Hè? Ja. Dit zijn mopjes, ben dat. Hé, ja. Die kent toch wel uit de reclame van die gamma. Ja. Toch eruit. En dit is ook een hele jongen. Deze is 8 maanden en deze is net 3. Oké. Okay. Ja, wat een drukte, ja. Dat is een microfoon, hè. Dat ben de buren, trouwens. Waar zijn tussen de deuren, hoor? Hier zit een slo, hè? Dat zijn nog slooplantjes, ja. Slooplantjes, oké. Okay. Hier zijn oude kleintjes, maar die komen straks wel, hoor. Ja. Nectarine, boompjes. Oh ja, nectarine. Hier ook poot via pitjes. Ja. En die ook, dat is een persikboom. Een persikboom. Nectarines, perzik, slo, stokboon, eetbuiden, tuinkers. Al krieg je het er wel allemaal niet in, man, op deze ruimte. Ja, en door heb ik een robabeboos in poot, die moet nog komen. Hier nog even.
Ja. Maar je komt hier niet meer weg, hoor. Nee, ik heb deur. De gereedschapkaart zit allemaal logisch in. Ja. Dus, dan kan je, als ik nou wat boeten dan wil, dan druk ik die kaart in met. Ja. Kijk, dan heb ik alles bedaan. Ja. Andere vraag, hè? Ja. Hoe oud ben je, als ik vroeg mag? Wat dacht je? Wat voor schat je nou, me? Nou ja, ik denk dat je de 64 passeerd bent dan elk geval. Ja, ben ik zeker, ja. Alleen. Alleen. Ja. Ik ben dan met 81, joh. Had je het gegeven bij Wijnand? Nee, absoluut niet. Had je echt maar gegeven? Nee, hè? Nee. Ja. Nee. Ja, dat is zo, hoor. Ja. Ik ben ook bezig, blijft me zo belangrijk. Ja, zeker. Dat is veel beter, ja. Stilzitten, dat kan ik ook niet. Nee. Maar als je stilzitten, ja, dan moet je helemaal stief. Dus dan kun je niet meer bewegen, ja. Nee. Okay. Nee, ja. Zo ben je al een beetje bezig. Ja. Wil nu niet langer op. Dank je wel. Nee. Ja. Nou, en fijne dag. Ja, ja, you ook. Hoi. Ja, goeiedag. Hallo. Mooi. Wat brengt de dag van aan de wandel? Ja, ja, we gaan bijna 10 kilometer wandelen vanochtend. We zijn net begonnen. Ja. Het is mooi weer. Even een route uit mooi wandelen in Westerwolde. Ja. Prachtige routes. Ja. Dus jullie hebben wel een doel? Ja, we hebben wandelen. Ja, niet altijd hoor. Nee. Maar vandaag toevallig wel. Ja. Ja. Jullie komen uit deze omgeving? Ja. Ja, ik woon in Blijham. Zij woont in Vriescheloo. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, handel zo dan, hè? Ja, oh, dat komt helemaal goed. Dat is er helemaal... prachtig weer voor. Ja, dat is inderdaad prachtig weer. Fijne dag. Jullie ook, hè? Ja, dat komt goed. Okay. Bye bye. Doei. Hoeveel zonnepaneel kun je op je dak hebben, Wijnands? Dit is maximaal. Volgens mij is dit inderdaad het maximale. We vroegen ons af, hoeveel zonnepaneel passen er op een dak? Ja, dat is de glazen stad. Dat is de glazen stad. De glazen stad, zegt hij. Ik ga thuis, hoor. Dan gaan we even naar de buurman toe. Ik ga staan één dag. Oh, dankjewel. Meneer, wij zijn aan de Lummel, zoals ik dat altijd zeg. Ja, ja. En dan kom ik hier langs en dan denk ik van, hoeveel zonnepanelen kun je op een dak hebben? Ik heb er 54. 54. Bent u zo iemand die dan ook van het gas af is, bijvoorbeeld? Nee. 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 Maar ik heb wel alle voorzieningen om zo min mogelijk gas te gebruiken. Dus je bent heel bewust met energie bezig? Ja, ja. Maar puur voor mijn portemonnee. Oké. Okay. Want ik vind het schandalig als de overheid energieheffing heft en me duurder en duurder maakt. En er zijn mensen die kunnen dat op een gegeven moment niet meer betalen. Nee. Hier zitten de panelen, hè? Want die heb je natuurlijk aan de zonnekant, heb je die nodig. Ja. Er zijn ook veel mensen die zeggen van, wat jammer op zo'n mooie boerderij. Nou, weet je eens, in het begin, laat het zo zijn, mijn buren vonden er gepest aan. En er zullen wel meer mensen zeggen, die vinden we niks aan. Maar het is wel zo, je ziet ze overal. Ik ga u toch even vragen naar uw accent. U bent geen Groninger van origine. Nee, jong, geen Groninger. Want u komt uit? Uit Oestgeest, dat Leiden. En dan kom je dan hier terecht? Nou, de bedoeling was dat we dus nooit naar Groningen zouden gaan. Want dat had dus een aversie, stankerij, strokarton, aardappelmeel. Ja. Turf, dat is... Negatief imago. Ja. Maar we kwamen uiteindelijk in Buinen terecht. En vanuit Buinen kwam ik in Stadskanaal terecht voor een baan. Ja. En we hadden een huis op het oog in Buinen. Dus zei de desbetreffende directeur, die zei, oh, zijn die huizen veel goedkoper. En toen kwamen we dus hier terecht. Ja. Dus, wat voor baan had u? Of heeft ik zat het onderwijs. Oké, okay, ik dacht in energie. Nee, onderwijs hoor. En de bedoeling was, ik was 82 bezig met een windmolen. Ja. Daar zou een windmolen komen van 24 meter hoogte. U wilde een eigen windmolen? Ik was met de wind. Ja, in die tijd waren we allemaal met windmolens bezig. Ja, maar er is nu heel veel over te doen. Als je het nu noemt, dan is pek met veren, hè, bijna. Hè? Dit waren windmolens die je zelf bouwde. Oké. Okay. Ik had een vergunning. Ja. Die kreeg je zo. Ja. Dat was €6, geloof ik. Windmolenvergunning. Hoeft helemaal geen regels, niks. Alleen, mijn vrouw overleed in 83, dus die had alles op. En daar staat dus nou... Op het fundament zou je kunnen zeggen, dus dat weekendhuisje. Ja. En dus een weekendhuisje, je hebt gasten, we zonder hem niet naartoe gaan. Ik heb nu gasten, ja. Ja. Maar dan kunnen de gasten kunnen heerlijk hier kijken. Want ik heb als gast ook uit Rotterdam, die dachten dat Groningen wijd was. Ja. Ik zei, ja, dat is het ook. Ja, maar we zitten hier tussen Hagen. Ik zei, nou, als je volgend jaar komt, dan heb je zicht. Dus ik heb er twee grote vensters in gemaakt. Ja, dat zie je nou niet omdat die hecht ervoor staat. Maar ik heb nou dus dit platje gemaakt. Nou noemt u Rotterdam, hè? Nou moet Joyce erin bij komen. Joyce, jij droomt ook wel eens. Ik droom wel eens. Hè? En er heeft iemand ons een heel mooi berichtje geschreven, want die heeft een droom en die komt uit... Rotterdam. Uit Rotterdam. Ja. En wat was de droom van deze meneer? Wonen in Groningen.
Ja, ja, er komen heel wat mensen. Er komen hier wat mensen ook om van hier uit Groningen te gaan verkennen. Ja. Het leuke is als hier... Want wij zijn dus nu op weg naar Blijham. Naar, ja, ja. Die ga je naartoe. Via allerlei kronkelweggetjes komen we eerst u tegen. Ja, 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 ja. En u begint al over Rotterdam. Ja. Dit, heel toevallig. Dit moet zo zijn. Ja. Ik ga naar hem naar binnen toe met meneer. Jij gaat iets voeren, hè? Ja. Ja. Oké, okay, ik ben nieuwsgierig hoe dat er straks uitziet. Ziet wel op televisie. Kijk, 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 kijk. Dat is Adrie. Die komt uit Rotterdam, joh. Oh ja, joh. Ja, joh. Ik zei net uit Rotterdam. Zeker, ja. Ja, ja. Wat kom je hier dan doen? Ja, je hebt of je had een droom. Ja, 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 Joyce kwam erin bij. Want dat heb je naar Joyce gestuurd. Ja, hoi. Hoi. Adrie. Joyce. Ja. Ja, ik had inderdaad een droom om in Groningen een boerderijtje te kopen. Ja. Ja, mijn vader's familie die komt hier vandaan. Ja. En ja, die heb altijd een beetje geknaagd of zo. Dus toen ben ik gaan zoeken. Echt wel een tijdje op zoek geweest. En toen kwam dit. Ja. En dan gaan dromen vervullen. En toen dacht ik, dit is het. Ja. 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 En dan is dit het. Dan dit zal vader en moeder zijn dan, hè, denk ik. Hè? Of ja, niet? Nee. Nee, nee. Oh! Ik ben de vader. U bent de vader. En de buurvrouw die komt bij ons. En de buurvrouw. Ja, we trekken heel veel met elkaar op. Ja. Dus gaan we even mee. Is even gezellig. Ja, we hebben gisteren wel voor het eerst zitten kijken naar TV Noord. Ja. Oké, okay. En dan zijn wij er in een keer. Ja. Waar woont u? Ik woon ook in Rotterdam, Hoogvliet. Want Adrie, jouw vader die kwam toch uit deze streek? Of niet? Ja, kom er daarheen bij, want ik vind het nou ingewikkeld. Want je woont wel in Hoogvliet. Ja. Ja. Mijn vader is geboren in Onstwedde. Okay. En mijn moeder in Delfzijl. Ja. En we komen uit de schippersfamilie. Dus die gingen hier vroeger door die watertjes windschoten met turfvoeren. Ja. Die hem openen. En zo bent u dus in het Westenbeland. Ja, ja, ja. Ja. En mijn moeder woont, mijn vrouw woont hier in Rotterdam. Ja. Ze heeft ze leren kennen. En zijn we daar gewoond en hij is daar grootgebracht. Ja. En wat heeft Groningen, vind je? Wat maakt ons zo uniek? Ja, wat maakt jullie zo uniek? Het is denk ik toch de mensen die er wonen. De rust en de vriendelijkheid en de manier hoe alles hier gaat. Ja. In Rotterdam gaat alles snel en gehaast inderdaad. Ja. En niemand heeft tijd. En hier is dat gewoon heel... En hoe heel kijken ze in Rotterdam tegen Groningen aan? Je mag eerlijk zijn, hoor. Iedereen die zegt natuurlijk, ja, maar de aardbevingen. Ja. Ik zeg, nou, daar valt waar ik woon dan aardig mee. En het is meer dat ze denken, wat moet je daar nou doen? Je gaat er alleen heen, want mijn moeders kant van de familie die woont wel daar. Ik denk echt nog aan koeien, platteland, ja, klompen. Ja, wel een klein beetje... Klein beetje zo, maar ja, voor mij is het het. Welkom in Groningen. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja. Het is geen haagsbakje, hè? Het is geen haagsbakje. Het is een zeeuw, hè? Hier zijn we. Ja, hier zijn we. Er zit een heel leuk verhaaltje vast. Joyce gaat straks vertellen, maar die heeft ook het berichtje erover gehad. We gaan in elk geval naar opa en oma Kazimier. En die zitten erachter thuis natuurlijk. Ja, 60 jaar getrouwd dus. Mooi. Rijnland. Ja. Maar het is Joyce. Tweede Pinksterdag. Normaal komt de burgemeester, hè? Ja, maar die is vrij. Die is vrij. Dus ja, dan komen dus wij, hè? Dus ik ben de burgemeester. Ja. En jij de wethouder. Lijkt er wel op. En is leuker. Opa en oma Kazimier. Ja. Ja. Wie heeft dat geregeld? Nou ja, wie kreeg een berichtje in de mol op zo'n dag? Komt de burgemeester. Die had geen tijd. Jawel. Ja. Maar die is op vakantie. Oh, die is op vakantie. Ja. Ja. Dat vonden we zo sneu. Je zei van, dat speel ik wel even de burgemeester. En die andere wil meugen komen. En die andere wil meugen komen. Ik zit in, is het over. Oh, ja. 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 Maar vandoor is de dag natuurlijk. Hè? Ja. Ik wil je officieel feliciteren. Ja, dank je wel. Gefeliciteerd. Jo, van harte gefeliciteerd natuurlijk. Mooi, ja. Bedankt. Nee, maar het moet toch een beetje een officieel bezoek wezen zo natuurlijk. Ja, maar ik hoor ook wel een beetje van vreemde vrouw. Ja. Is dat zo? Ja. Ja. Ach, Kimbert, op deze leeftijd woont niks uit. Ja, maar je hebt al 60 jaar de zulde natuurlijk.
Dat staat. Staat op film, mensen zijn allemaal aan het filmen, hè? Ja, maar het is met van, maar we zullen maar 5 jaar volgen met band. Ja. Nou, het is 60 geworden. Het is 60 geworden. Ja. Al ging dat 60 jaar geleden. Wat voor dag was dat? Ook dit weer? Nee, ja, het was bloed. Dat was net in 59 in die hete zomer. Ja. En net één dag dat regende het s'avonds en dat was net bij ons op de bruiloft. Ja. Dus ze werd allemaal klef naar thuis komen. Aankom. Ja. Ja. Hoe groot is een familie worden? Wij met elkaar. Ja, hoeveel kinderen en kleinkinderen je krijgt? Wij hebben 7 kinderen en er zat een aanhang bij en 10 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Ja. Achterkleinkinderen, sorry. Ja. En we zouden hebben een officieel bezoekje toch zo? Ja, ja. Ik ben de burgemeester. Ik niet dat je er allemaal op zit. Ja, maar ik ben de burgemeester dan natuurlijk, dus het is wel anders. Maar, ja. Oh, nee, maar ik heb dit nog net zo leuk. Mijn oudste dochter die kwam en die kon niet wachten, maar die wilde in dinsdag overkomen. Ik zei, nee, het is voorbij, dat hoeft niet meer. Dit is de dag. Ja, dit is de dag en jullie zijn net op tijd. Ja. Voor het broodje. Ja, maar dat mag wel, ja. Weer broodjes genoeg, neem maar niet met. Lekker langzaam. Maar goed, langzaam kan ook lekker zijn. Dat was weer een hele foute opmerking. Oh, zie je de Wijnals? Daar begint het al. Op weg naar Zoutkamp. Geen hand, koningin. Oh. Wat is dat met dan file? Ongelooflijk, jongen. Komen we Zoutkamp wel in? Dat wordt wel een zware bevalling, jongen. Blijf in de jouw terminologie, maar je bent net vader geworden. Hoe gaat het trouwens met de baby, Wijnand? Ja, gaat goed. Ja, ja, het is wel. Korte nachten, hè? Oh, het is zwaar, hoor. Oh. Ja, maar jong. Ik zei vorige keer nog dat het meeviel, maar daar kom ik op terug. Ja, en je weet het, hè? Het is een eindje vol, zo lijkt het. Het is een leven vol zorg. Door. Neem deze gouden ring van mij, voor altijd samen, ja dat zijn wij. Zweertje, hè? Alle tanden gaat voorbij, want jij blijft bij mij. We doen wel een keer mee, hoor. Okay, sta je er niet alleen voor? Nee, ik sta er inderdaad niet alleen voor. Maar ja, oké, okay, goed. Iedereen meedoen, jongens, allemaal meedoen. Ik was de eerste keer verliefd, ik laat je niet meer gaan. Nou, sfeer zit erin. Hier in Zoutkamp. Wij hebben hem over de Martijnlummel zo. Met dat klapstuk natuurlijk. De garnalen, koningin, hè? 60ste, hè? De 60ste. Want ik wil voor mijn hele leven altijd bij je zijn. Dat klopt. Ik voelde mij een kleine keizer als ik bij je was. Oh, wat zit u er lekker bij, mevrouw? Wat een mooi plekje om te wonen op zo'n dag. Ja, zeker. Ja. Ja, dus zeker. Je zit dan de hele dag een beetje buiten de mensen te bekijken? Dat doe ik. Ja. En dan even over de markt. Ja? Ja. Is straks een garnalenkoning? Die komt nog, hè? Ja. 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 We zijn ook nieuwsgierig wie het is. Ja, ik ook. Bent u toch een keer geweest? Ze hebben het wel eens een keer gevraagd. Maar... Ik kan me voorstellen. Maar... Dank je wel. Ja. Maar u hebt het niet gedaan? Nee. Dat, ze moeten maar jonge meisjes nemen. Ja. Ik dank u wel. Prettige dag. Ja. Ja. Van de batterij zeker, of niet? Ja. Kom maar even hier. Oh, u wou de microfoon pakken. Ja. Ja. Wat, de horlogebatterij, dat is nog veel gevraagd op zo'n markt. Jawel. Ja. Jawel. Ja. Iedere keer nieuwe batterijtjes inzetten. Ja. Ja. Het horloge bedoel ik, hè? Ja, in het horloge, ja. 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 Wat maakt dit zo leuk, die vlaggetjesdag? De vlaggetjesdag, wat maakt dat zo leuk? Omdat het zo druk is en de mensen lopen langs en zo. Het is altijd een markt waar je wat verdient, is ook belangrijk. Ja. Ja. Het is hier prettig om te zijn. Met mijn ogen dicht, denk ik terug aan dat tijd. Dat ik vele nachten sluit met die. Maar dat is ook mijn herinnering aan een lekker blauw mooi wiet. Hij
de Hestelier ons optreden miste. Oh, oh, je hebt net optreden? Ja, wij hebben net optreden met Albert Tasman Koor. Oké. Ja, doe was weer te laat. Ja, ik heb hier nog wat a cappella down, hè, of nooit? Ja, Tora, de captain say. Pay me my money down. Tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Pay me, oh pay me. Pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. Nou, knap hoor. Dankjewel. Nog dan weer om ja? Bij twee coupletten. Ja. Dat is wel mooi, hè? Vind je dat nou een concert wordt? Ja, nou precies. Dankjewel. Dit is een sfeertje natuurlijk, hè, denk ik. Ja. Wat, traditie? Wat carnaval is voor Zuiden is Pinkster voor ons natuurlijk, hè. Ja. Elke dag feest, en, of tenminste alle weekend feest. Ja. En wat mag ik hier zeggen? Het is gewoon geweldig hier zo. En er komt die scheep mee binnen, er worden mensen aan varen, krijg je bier erbij, de jongens aan boord, dat is gewoon geweldig is dat. Ja, dat is echt. Je ontmoet elkaar natuurlijk. En ja, Bipro. Buurman, het is normaal gesproken praten we eigenlijk nooit. Nee. Maar dan treffen we elkaar even. Wat gebeurt er hier? Ja, maar je komt nog allebei mensen tegen. Alle kameraden, alle vrienden. Ja, dat is nooit zo en dan kom je nou weer tegen. Maar je moet je weer prooien. Dat hoort bij Zolka. Ik vind het een geweldig feest. Wij gaan op zoek naar de genaamkoningin. Ja. Oh, we zijn ook erg benieuwd wie het is. Ja. Ja. U kunt het niet zijn, hè? Want ze zitten al op de boot. Nee, maar ik wil het ook niet zijn. Ja, bevolk jullie zo, hè? Europa is een rots voor jou. Hij is de kost van hier in Zolka. Kijk, daar is ze, hier. Mooi! De genaamkoningin van 2019, Joyce. Hè? Nummer 60. Door is ze. Daar is ze. Het best bewaarde geheim van Zoutkamp. Ik vind het trouwens wel leuk dat... Dit is dus de genaamkoningin van 1950, hè? Ja, klopt. Lauke. Ja, Lauke Bolt. Ja, Lauke Bolt, ja. Ja, toen was ik Lauke Bolt. Ja. 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 En nou dus de nieuwe genaamkoningin. Altijd het best bewaarde geheim. En wij zijn zo nieuwsgierig hoe ze heet, hoe oud ze is. Ja, dat weet ik niet. En of ze nog vrijgezel is. We zijn zo nieuwsgierig hoe je heet. Mijn naam is Stephanie Muller. Stephanie, moet je even omdraaien. Dit naar Groningen toe. Stephanie Muller, hoe oud ben je? Ik ben 29 jaar. 29 jaar, nog vrijgezel? Nog vrijgezel. Ook nog vrijgezel, dat is genaamd, koningin. Ja. Altijd het best bewaarde geheim van Zoutkamp. Ja, moest je heel erg je best doen? Ja, de laatste paar weken wel. Ja. Dan werd het toch wel wat spannend. Ja, ja. Ja. Ja, ondertussen, ik hou de boel helemaal op, want je moet nog naar de burgemeester, naar de genaamkoningin van 1950. Mag ik jou toch nog even de microfoon geven? Want jouw eerste taak als genaamkoningin, je mag het programma in afkondigen. Dit was Expeditie Grun. Volgende week zijn we weer. En doe vooral op leuke, genaalwaardige manier. Nou, dit was Expeditie Grun. En tot de volgende keer. Tot de volgende week. Hey, geniet van de dag. De genaamkoningin van 2019. En dat is de 60ste ben je. Volgende week ben we er weer. Doei doei.